Helemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag wil ik jullie een stap voor stap make-up look laten zien. We gaan dus deze look samen stap voor stap doen en dan krijg je dit resultaat. Laten we eraan beginnen. Als eerste beginnen we met een oogschaduwprimer aan te brengen. En in mijn geval is dat de MAC Prep & Prime 24 Hour Extend Eye Base. Ik heb die al aangebracht en zoals je kan zien heb ik ook al highlighter aangebracht. Ik heb hiervoor een paletje gebruikt van De Balm. Dat is deze. En ik ging voor deze glanzende highlighter net onder mijn wenkbrauwbot. Ik kan dat nu nog een keer tonen aan jullie waar hij dat misschien het best aanbrengt. En dat is eigenlijk net onder de boog van je wenkbrauw. Met dat het een face look is, vind ik dat dat allemaal wel glanzend mag zijn. Dan ga ik in hetzelfde palet, maar met een dikke afgeronde kwast, ga ik in deze kleur, dat is deze. Dat is een matte, warme, bruine kleur. En ik ga dat aanbrengen in mijn arcadeboog. En zorgen dat dat mooi verloopt met die glanzende kleur eigenlijk. Deze hoeft niet zo heel netjes aangebracht te worden. Het liefst wel, maar dat hoeft niet. Dus dat breng je daar aan en dan ga je zien dat dat een mooie overgang geeft in feite. Dan ga je met een dunnere afgeronde kwast zoals dit in een hele donkere bruine kleur en in mijn geval is dat uit dit Vizard paletje en ik ga voor deze hele donkere kleur en dat breng je aan om je arcadeboog meer diepte te geven, dus dat breng je echt dan in je oogplooi. En je blendt dat naar binnen toe. Ik druk niet hard op mijn penseel. Ik maak gewoon zo van die hele kleine ronddraaiende bewegingen. Als je dat gedaan hebt, heb je al een beetje een richtlijn van waar je die glanzende kleur moet aanbrengen. Je gaat straks zien of dat nog meer nodig is of dat het minder nodig is. Maar dat leggen we straks wel uit. Belangrijk is om vooral gewoon goed te blenden en kleine ronddraaiende bewegingen te gebruiken. Zodat dat hier in het midden weer ook heel mooi gaat samenblenden, ga ik in deze lichte matte kleur, ook weer uit het Vizard palet, en dat breng ik gewoon aan in de binnenste ooghoek, zodat dat mooi samenblendt. Dan kunnen we gaan naar de glitter oogschaduw, maar daarvoor gaan we eerst de NYX glitter primer gebruiken, dat is deze. Je brengt daar een heel klein beetje van aan. Ik gebruik echt maar een speldenkopje, want als je daar te veel van gebruikt, dan begint het ook op te hopen in je oogplooien. Dus je brengt dat aan met je vinger. Ik doe dat altijd met mijn vinger. Je zorgt dat je goed tot aan de arcadeboog komt. En dan ga je voor een mega glanzende kleur. In mijn geval is dat een diep zilver. Op camera toont het ietsje lichter. Je kan nog donkerder gaan, moest je willen. En ik heb hiervoor het Jeffree Star Cosmetics Cremated Eyeshadow Palet gebruikt. En ik ga voor de kleur Pall Bearer. Dat is dit. En ik breng dat aan met zo'n ordinair sponskwastje. Ik dep in die kleur en dan dep ik eigenlijk eerst het pigment op mijn ooglid. Zodat je zo weinig mogelijk poeder hebt die op je gezicht valt in feite. Dus dat breng ik aan. En één keer dat je dat gedept hebt, kan je dan eigenlijk beginnen wrijven achteraf. Je kan dat uiteraard ook met je vinger doen. Ik denk dat je dan nog een iets meer foiled effect krijgt. Maar het probleem is dat bijna iedereen zijn vingers te groot zijn. Om dat mooi netjes te kunnen hebben. Dus gebruik ik graag zo'n zo'n pen, zo'n sponskwastje eigenlijk. Je brengt het ook hoog genoeg aan.
En dan ga je aan de buitenste ooghoek met een nog kleinere afgeronde kwast. Weer in die hele donker, donkerbruine kleur. En zet je de ooghoek eigenlijk aan en blend je dat naar binnen toe. Zodat je een mooi ombre effect hebt. Uit gewoonte hou ik altijd mijn gezicht vast. Dat hoeft eigenlijk niet. Maar goed, ik doe dat wel. Dus dat is dat. Dat zit er dan aan beide kanten normaal gezien hetzelfde uit. En wat heb ik dan gedaan, is op mijn bovenste wimperrand gewoon een eyeliner aangebracht. En dat is deze van Huda Beauty, de Life Liner Quick and Easy. Dat is dit. Heeft een heel fijn puntje en daar kan je heel gemakkelijk eyeliner mee aanbrengen. Dus dat gaan we dan nu ook doen. Als je ziet dat die aan de ene kant een beetje dikker is dan aan de andere kant, dan probeer je dat zoveel mogelijk te corrigeren. Maar soms, hoe meer dat je corrigeert, hoe lelijker dat wordt. Dus dat is het. Ik heb het onder mijn oog redelijk licht gehouden, omdat ik kleine ogen heb. En al wat je donkerder aanbrengt, zorgt ervoor dat je ogen veel kleiner lijken. Ik ben dus ook weer in dit Vizards palet gegaan en ga in een medium bruine kleur. En breng dat gewoon aan op mijn onderste wimperrand. Zodat dat niet te gecontourd lijkt, maar toch wel een beetje effect heeft. En dan ga ik weer in die donkerbruine kleur en dat breng ik enkel aan de buitenkant. En laat ik dat gewoon zo in het hoekje een beetje doorlopen. Dan ga ik op naar mascara en ik gebruik de Balm Matte Lash Black mascara. Dat is deze en ik breng daar één laagje van aan. Dat is echt een hele goede mascara. Ik heb die eerder naar het eind van het jaar leren kennen en ik ben er heel blij mee. Als je wil, kan je hier valse wimpers mee aanbrengen, maar ik doe dat zelf niet. In principe zit de ooglook er nu al op. En dan gaan we over naar de rest van het gezicht. En dat doen we voordat je een tweede laag mascara aanbrengt. De foundation die ik gebruik is deze Dior Backstage Foundation in de kleur 2W. Ik vind dat een hele goede foundation. Deze blijft perfect zitten een hele dag voor een feestje. Je hebt daar niet zo heel veel van nodig. Het is een heel vloeibare foundation. En je gaat zien, hij verbergt heel wat roodheden, want je ziet, ik heb er ook wel. Ik begin altijd in het midden van mijn gezicht en maak zo van die kleine, korte bewegingen. En je begint eigenlijk altijd in het midden van je gezicht, omdat je dan heel mooi kan uitblenden naar het buitenste van je gelaat eigenlijk. Ik ga mijn foundation aanbrengen en ik ga dat een beetje doorspoelen, want dat is nu eigenlijk niet zo interessant om te zien. En dan gaan we verder met de volgende stappen. De foundation zit erop en terwijl dat we die een beetje laten samensmelten met de huid, gaan we voor nog een laagje mascara. Breng je aan uiteraard op beide ogen of beide wimpers aan de ogen uiteraard. En je ziet dat als je foundation aangedaan hebt en je ogen zijn zwaar gemarkeerd, dat je wenkbrauwen dan als het ware wegvallen. Daarvoor gaan we ze een beetje meer aanzetten. Ik ga hier de camera een beetje dichter schuiven. En ik gebruik hiervoor de Catrice Volume en Lift Eyebrow ding. Brow mascara. En je gaat daarmee door beide wenkbrauwen, zodat ze weer een beetje meer kleur krijgen en vorm krijgen.
Voilà. Dat zijn ze. Nu zie je dat je huid eenzelfde kleur heeft. Dat hebben we van nature ook niet. Dus gaan we een beetje bronzen, een beetje blush aanbrengen. Gewoon, ons gezicht, weer een beetje meer leven geven. En ik gebruik hiervoor een paletje van MAC. Het is een kersteditie of een eindjaarseditie van al 2 jaar ver, denk ik zelfs. Het is de Shiny Pretty Things Face Compact in de kleur Fair. Dat is dit. En daarin krijg je een bronzer, een blush en een highlighter. En ik dacht, ideaal alles in één keer. Mijn bronzer breng ik aan met deze kwast. Dat is er eentje van Action. En ik ben er eigenlijk super, super tevreden mee. Dus ik begin altijd hier. Om een beetje meer zo een contour te geven. Je ziet, deze poeder is niet extreem gepigmenteerd. Deze is echt een beetje medium. En dat doe je uiteraard ook aan de andere kant. Dus je kan zelf al een beetje zien waar dat je een schaduw hebt. En dan doe je daar dat product aan. Nu blend dat mooi. Ik breng dat ook hier op mijn voorhoofd een beetje aan. Om een beetje meer vorm daar te krijgen. En een beetje meer kleur. Uiteraard ook aan de andere kant. En hier, en dan blend ik dat zo naar beneden. Ik breng dat aan op mijn neus en ik breng dat aan op mijn kin om wat meer kleur te krijgen. En dan gaan we over naar de blush die erin zit. Dat is zo'n beetje een peachy coral blush. Breng je ook met een kwast uiteraard. En dat breng je aan op je wangen. En je ziet dat dat al direct een heel ander effect geeft. Als je een beetje blush en een beetje bronzer ook draagt. Voilà. Dat is dat. En dan als laatste gaan we op naar een lipkleur. En ik heb deze keer gekozen voor een Melted Matte Liquid Lipstick van Too Faced. Dat is deze en het heet Lady Balls. En ik dacht, kerst, dat moet gewoon met rood zijn. Dus breng ik deze aan. Voilà. Dit is de volledige look. En als allerlaatste sprayen we met een spray. Ik gebruik die van de Action. Dat is de Fixing Spray. Zorg ervoor dat alle poedertjes die op je gelaat zijn heel mooi samen blenden. Dat je geen poedereffect niet meer krijgt enzovoort. En dan is het tijd om te shinen voor kerst. Voor nieuwjaar, voor het feestje die jij wil. Dit is de ooglook met de rode lippen. Kerst kan niet zonder rood voor mij. Ik vind rood de ultieme feestelijke kleur. Ik draag dat dan ook eigenlijk bijna enkel maar met de feestdagen. Eigenlijk niet op andere dagen. Voilà. Dit is het. Dit was de feestlook van dit jaar. Als je wil, kan je daar nog glitter op aanbrengen. Whatever suits you, kan je doen. Maar dit is dus de look voor dit jaar.